Ja, die geeft hij echt niet af. Geeft hij oh! Ja, nou goed. Nou schiet hij. Zijn rug, dus die loopt ook niet, weet ik zeker. Doelpunt. Dat is open. Ach. Oh, die gaat er zomaar in. Ja, het zou de oliebol zijn.
Slecht aan, man. Heb goed. Jongens, schiet eens gewoon wel op doel. Al die rolletjes. Hij staat aan, hoor. Naar buiten weer. Niet doen, hoor. Niet doen, hoor. Net zo lang wachten, ik klaar ben. Hè? Je zit er zomaar in. Ja. Als hij denkt, dat zal zijn doel schieten, want ja. Oei, nee, dat was geen buitenspel, jongen. Goed, Vincent, en doe nou! Nee, joh. Is dat nou toch voor een bal, maar schiet toch wel. Kom, pas af! Zo, ga door, ga door, ga door. Zo. En toen. Nee. We mogen blijven, we moeten echt voor behoud spelen, zeg maar. Ja, en dat wordt al moeilijk, dat wordt al lastig. Hopla! Rebound erin! Ja, dat is een zoon die toch nog gebleven is, want ik denk nou, die kwam eigenlijk voor het eerst. Ja, hij gaat doen. Ah. Middenveld gaan ook op pielen. Ja, een beetje arrogant was dat, hè. Vorige week was hij echt bang. Ja, dat vorige week was bang. Die nederlaag vorige week was helemaal zijn schuld. Stap nou gewoon, stap nou gewoon. Als je nou een stapje naar voren doet, staat de bal schoon in zijn hand. Hou maar voor je, Rick. Ja, goed zo, ja. Goed zo. Kjell, blijven kijken, blijven kijken. Ja, zo is het maar net. Doelpaal. Slaat aan jongens, kom op! Ja, hij is zo blij dat hij me afwacht dat hij weer terug heeft.
tweede kans. Medeschulders bevragen. Ja, wat weet je? Bravo, zeg je dat, weet je? Speelden ze vorige competitie twee keer volledig op een hoop? Dat boeit meer. Ja, dolle, ja. Thank you.
tweede paal, tweede paal. Oh, ja. Hij is jammer. Ja, dat 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 is j